Boko, maar die krijgt nou niet echt een koers waar Gelarniev Boko erg blij van wordt. Daarachter heeft natuurlijk wel een koers op maat gehad, Flits Harley. We komen in de rechte lijn en de vraag is even of dit niet te hard gaat. Het is Chantal van Ooyen die aardig achterover hangt bij Elliot Charisma. Maar vooralsnog de zaken toch stevig onder controle heeft met nog een ronde te gaan. We zijn inmiddels langs het Alkmaar Z-Turf Arena bord gekomen met Elliot Charisma met een grote voorsprong. Tweede plaats. Daarachter voor Gelarniev Boko. Dan is het op de derde plaats en die gaat nog altijd sterk door en die weet eigenlijk nooit van opgeven. Flits Harley, koploper, krijgt het moeilijk. Daarachter is er nu aansluiting voor Greta Postumus. En die rijdt paard nummer 4, Albert H. We gaan op weg naar de laatste bocht. Het lijkt gebeurd met Elliot Charisma. En die komt er in twee sporen zwaar onder druk te staan van Gelarniev Boko. En in het buitenste spoor Flits Harley. Maar op het moment dat de paarden bijkomen, denkt ook Elliot Charisma. We gaan er nog een keer voor. En dus hebben we drie paarden die strijden om de overwinning. En achter deze paarden lijkt op dit moment die Albert H. geboekt voor het derde geld. We komen, vierde geld. We komen in de laatste rechte lijn. En het is aan de binnenzijde Elliot Charisma. Vecht terug. Gelarniev Boko wijd aan de buitenzijde. Dan nog de aanval van Flits Harley. Ze zijn allemaal erg moe. Het wordt een hele mooie strijd, maar het is toch gewoon weer Hiltje, hoor. Het is de 3 die wint voor de 2, dan de 6, de 4 en de 5. Ja, Bas, eerst maar even een reactie van jou, want tot nu toe alle rijders die zo'n parcours met hem hebben gehad, die konden afstappen. Ja, die konden zeker afstappen. Hiltje heeft mega geschreeuwd en Hiltje weegt natuurlijk ook dicht. Nee, maar fantastisch dat ze hem aan de loop had gehouden, want het was hier eigenlijk al gebeurd met de vol, maar de rest is ook gebeurd. Nee, 110% inzet van Hiltje en dat brengt hem als eerste over de streep. Ja, dat is absoluut een feit. Maar het is nog niet officieel. We wachten even tot we daadwerkelijk over mogen gaan tot het huldigen van Gelarniev Boko en Hiltje Tjalsma. Ja, wij gaan huldigen, dames en heren. De winnaars Gelarniev Boko en Hiltje Tjalsma. Ze winnen de Mart Blankendaal bedankprijs. En Mart is erbij als naamgever van de koers om zijn ex-collega een zoen te geven. En de felicitaties als mede een rijk gevulde envelop met inhoud. Heel, ik zei net tegen Bas, ik zeg, ja, de meesten kunnen afstappen naar zo'n parcours. Hou op, schrijf uit. Ik denk, oh man, ja, ik kreeg een shit parcours, vond ik zelf. Ik denk, nou, dit weet ik niet. Ja, wou ik naar binnen, maar daar zat iedereen. Ik denk, ja, wat moet ik... Nou, maar ik denk, nou, weet je wat, dan gaan we maar schreeuwen wat over de finish, want dan doet ze het misschien. Het is een merretje en ik denk, als je zo'n paard volop gaat, een tik gaat geven... Je zou geneigd zijn om dat te doen. Ja, maar ik denk niet, dan stopt ze, denk ik, voor mijn gevoel. Ik denk, nou, ik gril maar. Ik denk dat je één geluk had dat iedereen een beetje moe gestreden was. Ja, en Chantal was zo ver vooruit. Ik denk, nou, ik weet niet of ik haar nog terug kan krijgen, maar het is gelukt. Ja, mooi. Het was een mooie strijd. En uiteindelijk toch weer Hiltje die daar als eerste uit de bus komt. Zij gaat de eerronde rijden. En als Hiltje die eerronde heeft gereden, dan gaan we eens even bijpraten met Mart Blankendaal, de amateurrijder die na een prachtige carrière afscheid heeft genomen. En zijn afscheid hier op Alkmaar met enkele naasten en vrienden viert. En natuurlijk is namens de NAC ook Fred Handelaar van de partij. Hij neemt de honneurs waar voor Hans Zinnig. Foto is gemaakt, dames en heren. En dan blijven we nog even bij, jongens. Want we gaan nog even voor een officieel moment hier in de winnaarsring blijven. Aangaande Mart Blankendaal. Maar eerst aandacht voor de Vliegende Vriezin. Hiltje Tjalsma win met Gelarniev Boko.